Goedemorgen jongens, klopt daar, die is er niet meer. Ik weet niet hoe laat het is, ik had de klop daar, die heb ik net laten vallen, die is kapot. En we zijn weer terug bij de blok. 20 over 10. 20 over 10? Ja. 10 voor half 11. Datum ergens, ik denk 22, 23 februari of zo. Ja, zoiets. Het is donderdag, vandaag in ieder geval. We zijn weer terug met de Aprilia blok, de SCV 58 blok. We hebben gezien in het vorige filmpje. De eerste filmpje, het tweede filmpje werden we in één keer, ziek omdat het blokje kapot was. Maar we hadden een ander blokje leggen. Sommige spullen van die blok konden we gebruiken hier. Dus we gaan het netjes maken. Dus dit is een ander blok, gewoon een keurige blok. Die gaan wij netjes in elkaar zetten. Als eerst wat we gaan doen is, dit zijn de kartes. Kijk, een beetje schoongemaakt, een beetje netjes gemaakt. Als eerst wat ik ga doen is, ik ga hem, de tandwiel. De grote tandwiel. Dat is mooi netjes. Die gaat hier doorheen. Wat doet deze tandwiel? Deze tandwiel, daar kom je voortandwiel weer op. Dus ik heb hem erin gezet, maar dan moet hij nog geborgen worden. Moment, ik blijf even staan met de motor. Kijk, nou gaan we hem even. Dan gaat hij hier. En dan komt deze borgsysteem. Een randje naar binnen. Dit is zo. En deze leggen we zo neer. Dan gaan we terug naar deze. Hier is de krukas. Dit is de krukas. Even kijken dat ik geen fout maak. Hij moet je over snellen. Zo. Hoppa. Die zit hierin. Er zit allemaal mooi netjes in. Laten we geen fout maken. Dan doen we. Kijk, zo. Kom maar, Fluffy. Kom maar, kijk hier. Dan moeten we rustig op die ketting. Doorheen. Als ik hem draai, moet hij draaien. Leg hem even zo nu. En hem leggen we zo nu. Ik doe zo, zeg. Doe je? Erbij. Kijk, hij draait. Nee, dan draai je de ketting. Ja. Dan betekent dat de ketting om die tandwiel heen zit. Zo. Begrijp je? Oké, dat is deze. Handje even schoonmaken. Momentje, ik pak even nog wat dingetjes erbij. Een tandwieltje. Maken we schoon. Controleren. Het ziet er mooi netjes uit. Die gaat hierin. Kijk. Ha. Kijk, als je kijkt. Kijk. Ha. Hij draait goed. We gaan voelen speling. Geen speling. Is goed.
Hier is ook goed. Kijk, hij draait. Oh, alhamdulillah. Hij draait goed. Die is goed. Gaan we terug hier. Kijk, overal doe ik een klein beetje op. Dan ga ik jullie zo zeggen waarom ik dat doe. Een beetje alle punten zijn een beetje gedaan. Alle. Ja, ik heb een beetje hier ook. Dit is geen vet, dit is verpakking. Dit is een soort lijm, zeg maar. De verpakking, ja. Ja, het is vloeibare pakking. Kijk wat ik dat doe. Ik ga eerst mijn handen helemaal goed droog maken. De handen moeten schoon, geen vetgeiten. Kijk, dit is de karterpakking. Voor daar. Nieuwe pakking. Dan gaan we daar nu. Nee, dit is... Die hoort er, want die kijken, dan gaan we even kijken. Hoe moet die? Ik denk dat ik hem aardig goed heb zo. Ja, zo heb je hem. Dus hier heb je die punten. Ja, je moet op de camera. Je bent wel met mij bezig hier. Maar de camera ben je aan het... Doe hem even hier zo. Rust. Daarvoor gebruik ik die vloeibare pakking nou. Dat hij hem een beetje op zijn eigen plaats houdt. Kijk. Kijk, dit is. Kijk, kijk zo. Weghalen. Kijk. Ja, die kan wel achteraf kunnen met die. Kijk. Alhamdulillah, deze pakking is netjes. Zit goed op. Gaan we naar de volgende stap. Hier zo zit een pomp. Die pomp was niet goed. We hebben een andere pompje geregeld. Gaan we lopen even naar achter door. Gaan we kijken of we die pomp kunnen vinden. Of we hier een goede pomp hebben gevonden. Dit zijn de spullen van de motor. Dit is... Kijk. Dit is een hele complete. Kijk. Ja, kijk, ik voel dit. Een normale iemand kan dat niet voelen. Kijk. Nee, ik voel hem niet. Nee, deze pomp, ik vind hem niks.
deze pomp gaan wij niet gebruiken. Nee, die is niet goed. We gaan een andere pomp regelen. Kijk, die gaat hier zo. Kijk, hier kan eigenlijk weinig mee. Als je kijkt, hier zit niks. Busje, dus. Hier kan weinig aan verkeerd. De binnenkant zit er netjes uit. Even kijken. Even denken. Ja. Gaat die. Oké, hij zit erin. Wacht, ik pak even wat makkelijker. Even aan die kant ook een beetje. Kijk, ik gebruik dit, maar wel voorzichtig wezen. Dit moet je voorzichtig mee wezen. Hier moet je voorzichtig mee wezen. En dan moet je met de hand doen. En gewoon dat je het makkelijker maakt, nou is het met de hand. Die pakking daarbinnen, die heb ik gewoon gehouden. Is de originele pakking heb ik gewoon gelaten. Dat is geen kwaad. Sommige pakking tegen gebruiken is geen probleem. Maar sommige pakking die moet je echt vervangen. Kijk. Dit is dit. We kunnen nou niks doen, we moeten een pomp hebben. We gaan niks doen, we moeten een pomp hebben. Wat ik ga doen, ik ga een pomp regelen, ik ga een goede pomp regelen. Als ik een goede pomp heb geregeld, dan breng ik jullie weer terug. Kunnen jullie met meekijken hoe we met elkaar zitten. Inshallah. Is goed, gaan we dat doen jongens. We gaan jullie verlaten, uit.